Nee, hè. Doe jij die keuken? Wat ga je doen? Ja, wat dacht je? Ik weet niet of Bing... Zie je die blik? Alsof ik er iets aan kan doen dat hij Bing niet begrijpt. Omdat Bing is veranderd. Vraag het aan Jeff of aan George. Bing is niet zichzelf. En jij ziet het niet, omdat je... Jullie zijn zo close, te close misschien. En ik maak me zorgen vooral om jou. Ik zie het allemaal niet helder, bedoel je. Bing is eigenlijk niet verliefd op mij, maar op Rick. Hij is nu alleen maar met mij omdat hij kanker heeft. Waar ben jij in vredesnaam mee bezig? Ik heb Rick gesproken. Hij begrijpt er helemaal niets van. En ik ook niet, eerlijk gezegd. Jij gooit een jarenlange vriendschap weg. Dat ligt aan Rick, niet aan mij. Wat heeft hij misdaan? Jeff, ik heb geen zin om hierover te praten. Ik heb geen zin om weg te gaan voordat je het mij hebt uitgelegd. Zijn houding bevalt me niet. En wat is er met zijn houding? Hij drinkt zich op. Ik weet dat je een moeilijke periode doormaakt en dat je trots bent. Maar daarom hoef je Rick nog niet zo te behandelen. Ja, hij luistert niet. Hij kan gewoon niet voorstellen dat ik hem niet wil zien. Dat zegt een hoop over hem. Een echte vriend zou het accepteren. Maar ja, Rick denkt alleen maar aan zichzelf. Zo is Rick helemaal niet, dat weet je best. Ik ben er klaar mee, Jeff. En ik hoop jij ook. Jouw moeder, die zou dit nooit... Mijn moeder? Die laat ze er buiten verdommen. Wil je nog wat drinken? Nee. Nou, dan ga ik maar, want echt gezellig wordt het hier ook niet. Je hebt zelf pas eens een paar maanden een vriendje. Waarom doe je dan alsof je zoveel verstand hebt van relaties? Ik ken jou. Ja? Als jij iemand leuk vindt, dan kan je er geen kritiek meer op hebben. Gelul. Heeft Rick je dat soms wijsgemaakt? Denkt hij soms dat ik alleen maar met Bing ben omdat hij ziek is? Nee, natuurlijk niet. Maar je moet er gewoon rekening mee houden dat het straks allemaal anders kan liggen. Als Bing weer beter is. Zo. Ik zag dat jullie dames leeg stonden. Dank je wel, schat. Hm? Jullie gaan toch niet ook nog eens even ruzie maken, of wel? Dank je wel voor de tip, Rick. Laat maar, schat. Er valt niet echt met haar te praten op dit moment. Kijk. Ze heeft vooral geen zin om met jou over Bing te praten. Misschien moet je dat eens even aan je schatje uitleggen.